Bij ons Luc de Bruyker, de voorzitter eigenlijk van de concours die we gehad hebben, een heel moeilijke positie, denk ik. Ik heb al verschillende keren in mijn leven voorzitter van iets geweest, maar ik moet eerlijk zeggen, dit is bijzonder vlot gegaan om een eenvoudige reden, dat er een enorme unanimiteit was. Ten eerste waren er 4 kandidaten van zeer goede kwaliteit. We hadden niemand waarvan dan we zagen, wat krijgen we hier nu op ons talluur? We hadden 4 sterke kandidaten voor een moeilijk gerecht. Riviervis, wat doet het daarmee? Hoe gaat het dat opwerken? Maar de kandidaat die eruit gekomen is, stak er eigenlijk met kop en schouders boven. En wat dan leuk was, en ook vorig jaar hebben we dat zo gedaan, de punten samengeteld. En wie heeft het meest is winnaar. En dan ook een rondvraag. En maak u een top 4. En dus de raadkamer stond bij iedereen nummer 1 en had de meeste punten. Dus was er geen enkele discussie. Hè. Bij ons de winnaar van vorig jaar van de Forcet eigenlijk was een heel ander gerecht. Was dus de Gentse stoofrij. Wat heeft dat eigenlijk meegebracht met die titel te hebben? Dat heeft tamelijk wat mee in weeg gebracht. Dat is, we hebben heel veel mensen over de vloer gehad die ze geproefd hebben en die blijven terugkomen tot op heden. We hebben zelf de 2e recept op ons kaart gezet. Dus we hebben nu 2 stoofrijen. 1 klassieke, hoe met rundvlees, en dan de andere wat we mee gewonnen hebben, staat nu vast op de kaart. Er wordt nog veel gevraagd. En nu doe je terug weer mee, maar dan weer een typisch Gents gerecht als Gentenaar, water zo over de hele wereld gekend. Maar met vis, niet zo evident. Nee, inderdaad. Dan moet ik, mijn chef Jury kan het al beamen. Dat is, maar we hebben geprobeerd, maar we kunnen niet elk jaar winnen natuurlijk. Hè. Bij ons de winnaars voor 2018, onze Forcet die we hebben. Een heel moeilijke opdracht voor jou als chef-kok denk ik wel. Een waterzooi maken, typisch een Gents gerecht. Maar dan nog wel met vis. Ja, bij ons was in feite, ons restaurant is gespecialiseerd op vis in feite, vis en kreeft. Dus in feite was dat niet zo'n moeilijke opdracht. Maar natuurlijk, ik wou iets, kon mijn best doen in feite. En ook iets origineels kunnen brengen naar de Gentenaar terug toe. Om authentieke Gentse waterzooi iets nieuw leven in te blazen in feite. We hebben in feite al de gerechten uit elkaar getrokken. De selder, de wortel en de prei. En we hebben 3 soorten bereidingen meegemaakt. Samen met de zoetwatervis. En in feite een soepje op basis gemaakt in feite van Gentse room en Gentse boter. Mooi opgeklopt in feite. En als toetje op het gerecht in feite hebben we een toastje gemaakt van een brandade van gerookte fruilfolie. Jij staat in het restaurant zelf. Heb je het al geproefd? Ik heb dat al geproefd, ja. En dat was heel lekker. Wat viel er u op als je dat proefde? Dat alles puur smaakte. Dus dat je echt de vis smaakte, dat je de groentjes goed doorsmaakte, dat je toastje zeer lekker was. Ja, dat gewoon een puur gerecht was.